Imke van Dijk van de politie, gisteren een dode in Nuenen. Wat is er in het café daar gebeurd? Nou, we kregen rond 11 uur een melding dat er een man om het leven was gekomen bij een geweldsincident in een café in Nuenen. Nou, we zijn dan natuurlijk ter plaatse gegaan. En even later hebben wij ook een 25-jarige verdachte uit Nuenen aan kunnen houden. En we verdenken hem ervan dat hij betrokken was bij het incident in het café. Nou, we hebben in het café en in de omgeving hebben we sporenonderzoek gedaan. Daarnaast hebben we natuurlijk getuigen gehoord. Maar we zijn ook heel dringend op zoek naar mensen die gisteravond in het café aanwezig waren. We hebben het idee dat we nog niet iedereen hebben gesproken die daar gisteravond was. Dus mensen die daar aanwezig waren, meld je bij ons. Alle informatie kan ons helpen in het onderzoek.